Juffrouw Willy Simons. Al 34 jaar staat ze voor de klas op basisschool De Saffier in Roosendaal. Oh, het is geweldig om met kinderen te werken. Het is, ik ga iedere dag met plezier naar school. En dit is juffrouw Denise Aartse, 25 jaar en docenten in opleiding. Ze geeft les op het Jan Tinbergen College in Roosendaal. Ik krijg wel heel veel reacties van, docent, weet je wel, want vind je dat, is dat wel leuk? Maar ik vind dat je er gewoon heel veel voor terugkrijgt. Super meid, goed zo. Deze week wordt er wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs. Onderwijs dat volgens juffrouw Willy in de loop der jaren flink veranderd is. Vroeger, de eerste jaar dat ik op school was, ik echt koning in mijn klasje. Nu is er echt een open deur cultuur op school. Iedereen praat met de collega's, alles wordt overlegd, heel veel. Ik vind, ook al sta je 25 jaar voor de klas, je moet altijd blijven leren. Het onderwijs verandert gewoon heel veel en je moet wel meegaan met die veranderingen. Leraren vinden dat de buitenwereld vaak een verkeerd beeld van hen heeft, terwijl ze juist een steeds grotere verantwoordelijkheid hebben bij de opvoeding van kinderen. Daarom is het vandaag op alle scholen in Nederland de dag van de leraar. En dat is belangrijk, vinden de beide juffen in Roosendaal. Ik denk dat we heel veel jonge mensen heel enthousiast moeten maken om ook in het onderwijs te gaan. Het is heel boeiend, heel leuk. En wil jij later ook juffrouw worden? Ja. Nee. Nee. Waarom niet? Ik word politie. Omdat ik niet mijn hele leven op school wil zitten. Toch is de dag van de leraar een feestdag. En wat betreft de docenten in Roosendaal is het feestje voorlopig nog lang niet voorbij. Ja, ik vind het gewoon echt, mij persoonlijk vind ik het gewoon echt een heel leuk vak. Oh, misschien nog wel 20 jaar. Nee, 10 jaar denk ik. Ik probeer 10 jaar nog vol te maken.